Dit is de groene rand van Leiden en daar aan de overzijde van de snelweg zijn windmolens gepland door de provincie. In onze wijk ligt het pal tegenaan. Wat denk je dat je voor last van die dingen krijgt? Behalve dat de molens vanuit grote delen van de wijk en woningen te zien zullen zijn, omdat ze heel dichtbij staan, produceren de molens ook in de nacht met name ook lawaai. De snelweg hoor je dan niet, maar in de molens blijven doordraaien. En dat kan tot allerlei gezondheidsschade leiden in de wijk. Volgens het klimaatakkoord moet Nederland voor 2030 50% van de CO2-uitstoot verminderd hebben. Iedere regio moet daaraan meedoen. En de oplossing die ligt onder andere in het plaatsen van windmolens. Achter het geluidsscherm ligt de A44 en de Rijnlandroute. Hij is heel breed geworden. En de provincie heeft het idee dat alle windmolens het beste langs infrastructuur kunnen worden geplaatst. En vanaf het Valkenburgsemeer zie je de wijk ook bijna niet. Maar vanuit de wijk zullen wij die windmolens nadrukkelijk wel zien, want de afstand is maar 300 meter tot de rand van de wijk. Ook in andere plaatsen in de regio is protest tegen de komst van windmolens. Maar als niemand ze wil, hoe gaan we de doelstelling dan halen? Ik vind de oplossing zoals het nu wordt gebracht dat elke regio op elke postzegel moet kijken waar ze nog een windmolen kunnen plaatsen. Dat is volgens mij niet de goede weg. Zeker niet in een dicht bebouwd gebied als de omgeving van Leiden. Maar zeg je dan eigenlijk, ga maar naar de Flevopolder? Dat hoorde ik ook niet zeggen, maar ik denk wel dat het landelijk bekeken moet worden waar je deze grote transitieopgave zou kunnen plaatsen. En niet elke regio opstaan met de verplichting om in elke achtertuin, in elk stukje groen wat nog over is, molens te plaatsen of zonneweiden te plaatsen.